Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag op bezoek bij Ted Voort in Etten-Leur. En ik ben hier vandaag om een aantal video's op te nemen die gaan over de Ted Voort koelkast. Of eigenlijk over de koelkast die in je caravan en in je camper zit. En we gaan het hebben over de techniek en we maken 3 video's. De eerste zal gaan over de absorptiekoelkast. We maken een video over de compressorkoelkast. En we maken een video over de techniek van de koelkasten. En die helpt jou om te begrijpen hoe jouw koelkast werkt. En hier in Etten-Leur maken ze honderden koelkasten per dag. Maar vandaag gaan we het hebben over de compressorkoelkast. En bij Ted Voort ontmoet ik Frans. Frans van Espeld. Hi Frans. Hallo Jos. Bedankt dat we bij jou mogen komen om hier een video op te nemen. Ja, graag. Wat is misschien wel even leuk voor de mensen om te weten. Wat doe jij bij Ted Voort? En dan niet zeggen zo weinig mogelijk. Nee, zeker niet. Dat kost je... Ja. Mijn naam is Frans van Esveld, Key Account Manager Scandinavië, Benelux en internationaal. Daar verantwoordelijk voor de service en de sales in die gebieden. Voor al onze producten, want naast koelkasten hebben wij fornuizen, kookapparatuur, toiletten, draagbare toiletten, vloeistoffen en roosters voor aan de buitenkant. En vents, luiken. En luiken, ja. Alles. En daar hou je allemaal mee bezig. Ja. Oké, okay. Hey, maar vandaag zijn we hier om te kijken naar de compressorkoelkast. De vorige keer hadden we de absorptiekoelkast en die link ik zo meteen nog wel even in deze video en hieronder ook. Dus wil je meer over de absorptiekoelkast, dan hoor je dat in die video. Vandaag gaat het over de compressorkoelkast. Hoe weet ik, Frans, dat ik een compressorkoelkast heb? Nou, je weet of je een compressorkoelkast hebt als je alleen maar op 12 volt of 220 volt de koelkast kan gebruiken. Oké, daar zit geen gas op. Er zit geen gas. Maar we hebben minder energiebronnen. Ja. Wat is het grote verschil tussen de compressorkoelkast en de absorptiekoelkast? Waarin onderscheiden ze zich het meeste, behalve die energie? Nou, zoals in de vorige video al is uitgelegd, is de absorptiekoelkast is een fysisch proces waarbij de warmte ingebracht wordt en daar komt er een proces op gang. Ja. Bij de compressorkoelkast wordt dat proces op gang gebracht door een zeer energiezuinig kleine compressor. Een mechanische compressor. Mechanische compressor, ja. Ja, dus dat is een mechanisch proces eigenlijk. Ja. Daar moet je continu energie in stoppen en dan loopt een motortje. Nou, het motortje loopt, maar daar hoef je niet continu energie in te stoppen. Dat is ook een van de verschillen met een absorptiekoelkast. Hij gebruikt minder energie. Veel minder energie. Het proces, we gaan het zo meteen nog even hebben aan de achterkant, ja. Want we draaien zo meteen de koelkast rond. Aan de achterkant gaan we het ook hebben over het proces. Zijn er voor- of nadelen of zijn er dingen die minder fijn zijn aan een compressorkoelkast waar we rekening mee moeten houden? De grote voordelen van een compressorkoelkast zijn meerdere voordelen. A, is die energiezuinig. Ja. En in deze tijd waarin energie een grote rol speelt in een caravan en in een camper, is dat zeker van belang. Ja. Hij heeft ook een perfecte koeling. Eigenlijk is het des te warmer het is, des te beter deze koelkast gaat functioneren. Ja. En hij heeft een hele snelle werkingstijd. Daar waar bij de absorptiekoelkast het proces op gang gebracht moet worden, is de compressorkoelkast aansluiten en binnen 2-3 minuten voel je dat hij al koud wordt. Hier kun je ook beter uit de voeten met warme spullen inzetten. Zeker. Dit koelt ook echt de spullen die binnen staan. Ja. Ja. Maar ik sta er nu even tegenaan geleund. Ja. Ik voel wel een motortje lopen en ik hoor hem ook een soort van. Ja, ja goed, een van de bijkomende aspecten van een compressorkoelkast is dat je het motortje hoort lopen. Overigens hebben wij daar in onze koelkasten een gepatenteerd systeem waardoor het geluid tot een minimum beperkt wordt. Oké. En je kunt deze koelkast ook in de nacht op de nachtstand zetten, waardoor dus de compressor op 50% draait. Oké, okay, dan gaat hij wat langzamer draaien? Dan gaat hij langzamer draaien. En ook ervan uitgaand dat in de nacht de temperatuur sowieso aantrekkelijker is en de deur niet zoveel geopend wordt. Dan heeft hij wat minder energie nodig nog en dan kan hij wat langzamer draaien. En daar houdt hij rekening mee. Goed om te weten. Het voordeel is ook, wat je net al zei, weet je, als dit in een huurcamper zit, dat hebben we bij de vorige video ook aangehaald. Als deze in een huurcamper zit of als je deze 's ochtends ophaalt voordat je met je caravan of camper op pad gaat en je zet hem aan, is die eigenlijk binnen 5 minuten functioneel. Ja. Natuurlijk nog niet helemaal afgekoeld, maar hij functioneert wel. Zullen we even de achterkant bekijken? Zeker. We zetten hem even halverwege, jongens, want hier kun je ook goed de diepte van de koelkast zien. En deze koelkast is denk ik ook smaller dan de vorige die we zagen. Ja, dat is een smallere koelkast, maar alle koelkasten zijn in zowel absorptie als in compressor te krijgen. Je ziet bij qua deze, formaat bedoel maar, je? Qua formaat. Alleen je ziet in dezelfde afmetingen dat de compressorkoelkast
grotere inhoud heeft, omdat die cool unit gewoon hier niet aanwezig is. Hij heeft minder diepte nodig. Hij heeft minder diepte nodig. Ja, en dat scheelt denk ik wel een centimeter of 4. Ja, ja. Oké, kunnen we verder draaien. Nou, hier zien we eigenlijk net zo'n ding als je thuis achter de koelkast ziet. Ja, dit is de condensor. Die uiteindelijk ook dezelfde functie heeft als bij de absorptiekoelkast. Alleen het hele systeem werkt gewoon anders. Een van de grote voordelen van een compressorkoelkast is ook dat er geen roosters aan de buitenzijde nodig zijn. Want hij kan hier voldoende zijn warmte kwijt. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk een roostertje aan de voorkant. Waar een beetje... Hij heeft een rooster aan de voorkant en aan de onderkant. En de temperatuur van een compressorkoelkast ligt ongeveer op 40, 45 graden. Maximaal. Dit vergelijk het met de absorptiekoelkast waar we 200 graden in stoppen. Ja, 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 ja. Maar bij 40, 45 graden, dat is wat die hier wordt, hier bovenin. Ja. Moet ik dan toch nog iets doen aan geforceerde koeling? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nooit. Nee. Eigenlijk werkt het altijd. Altijd, ja. Oké, kun je dan misschien even in het kort uitleggen nu alles hiervoor, hoe dit systeem dan in zijn werk gaat? Ja, zoals we in de vorige serie ook bespraken. Het koelproces blijkt hetzelfde. Dus het koelproces zoals we het vorige keer uitlegde, aceton op de hand leggend, waarbij je voelt dat er aan de buitenkant van de rand warmte onttrokken wordt. Ja. Dat is eigenlijk niet anders als dat bij een compressorkoelkast. Nee. Het koude middel wat hier gebruikt wordt is een koude middel zoals dat ook in de automotive industrie gebruikt wordt. Bij airco's? Bij airco's. Hier hebben we de compressorpomp. Maar Frans, wacht even. Hier zit dus geen ammoniak met water. Nee. Hier zit een koude middel in. Koude middel in, ja. De compressor hier comprimeert het koude middel en maakt dat onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. En dat gebeurt dus ook in onze compressor. Daar wordt dus het koude mengsel wordt gecomprimeerd tot een vloeistof. En die vloeistof wordt middels, je ziet hier wat pijpjes lopen, koperen pijpjes. Dat wordt met een venturiventiel in het vriesvak ingespoten. En daar is het eigenlijk hetzelfde principe. Daar wordt vloeibare koude middel, wordt daar het systeem ingespoten. En dat wil gaan verdampen en dat onttrekt warmte uit zijn omgeving. En dan heb je dus koud in het vriesvak. Dus het komt vloeibaar boven. Het wordt samengeperst. Het is niet in gasvorm zoals bij absorptie, maar het is vloeibaar. Als het vloeibaar is, komt het boven. Daar wordt het, omdat er druk op staat, het is vloeibaar tot aan dat ventiel. Ja. En dan wordt het daar verneveld, denk ik. Ja, en dan komt het ook in een andere drukruimte terecht. Ja. En dan wil het gaan verdampen. Ja. En daar onttrekt het de warmte uit zijn omgeving. En dan vervolgens komt het weer terug in het systeem. Ja, dan komt het hier door de condensor. En dan wordt het hier weer tot damp overgemaakt. En dan die damp komt hier weer in die compressor. En daar wordt het weer samengeperst. En gaat het weer terug. Ja, maar Frans, ik zie hier toch ook nog een... hij staat zelfs aan. Deze houden we erin. Hey Frans, maar ik zie toch ook nog een ventilator zitten? Ja, die ventilator die helpt de luchtstroom op gang. Oké. Okay. Ja, want het komt natuurlijk hieronder langs. En als het nog niet warm genoeg is, dan moet het toch... Bij een absorptiekoelkast waar er meer warmte vrijkomt, gaat die warmte automatisch makkelijker naar boven. Ja, ja, ja. En omdat hier niet veel warmte bij vrijkomt, willen we hem wel eventjes wat helpen. Ja, ja. Dit is jullie eigen koelkast natuurlijk, een Tedford koelkast. Ja. Zijn er nou nog punten waarop die Tedford koelkast zich echt onderscheidt van de concurrentie? Want dat is wel even de moeite waard om te noemen, denk ik. Ja, naast het al eerder genoemde gepatenteerde systeem waarbij wij het geluid van de koelkast tot het minimum kunnen beperken, is het ook zo dat wij een systeem hebben aangebracht, en dat is best uniek. In ons systeem hebben wij een tweewegklep aangebracht. Ja, tweewegklep, dat wil zeggen dat je nu het koelsysteem en het vriessysteem apart van elkaar kunt schakelen. Ja. En dat betekent dat als je in de vriezer de temperatuur omlaag doet, dan blijft hij in de koelkast gewoon 5 graden. Als je zou... Sterker nog, je kan tijdens de rit, om nog meer energie te besparen, kun je ook het vriessysteem helemaal uitzetten. Oké, dan doe je misschien niet open en dan... Precies. Oké, nou interessant. Je vertelt ook nog dat jullie een ventilator aan de binnenkant hebben. Ja. Laten we die ook nog even zien. Nou, we hebben hem even omgekeerd. En wat is hier bijzonder aan? Hier bijzonder aan is dat wij hier ook een ventilator hebben aangebracht die de kou mooi en gelijkelijk verspreidt door de hele koelkast heen. Want die kou komt in dit geval wel van boven, nee van de achterwand. Nee, van de achterwand. Ja.
Voel het. Voel het ook. Voel het, ja. Dan zal hij hier nog kouder zijn natuurlijk. Oeh. Hij is echt een stuk kouder. Ja. Ja, dat is... En hij staat nog net aan. Ik denk dat ik ook zo nog zo cool was. Dat maakt wel een beetje geluid. Ja, zoals eerder verteld, we hebben hier een de tweewegklep. Kun je dus zeg maar het vriesvak apart schakelen van het koelgedeelte. Ja? Dat kun je hier ook zien. Je kunt hier kiezen voor 1, 2 of 3 sterren. Of je kunt zelfs het vriesvak helemaal uitzetten. Okay. Je kunt je voorstellen als je het vriesvak uitzet en je zet hem ook op de nachtstand voor onderweg. Dan gebruikt hij heel weinig stroom. Want deze koelkast verbruikt sowieso minder stroom. Veel minder stroom. Als een absorptiekoelkast. Veel minder stroom. Goed, we hebben natuurlijk bij die absorptiekoelkast het voordeel dat we verschillende energiebronnen kunnen gebruiken. Maar deze heeft qua energie ook een voordeel. Deze is erg energiezuinig. Gebruikt echt veel minder dan een absorptiekoelkast. Prestaties zijn ook vaak in hogere temperaturen beter. En wat ook belangrijk is, met name in kampeerauto's, is dat deze koelkast uitstekend gecombineerd kan worden met een goede accu en een paar zonnepanelen. Ja, want dit gebruikt, we hebben het net even gezien, hè? Hij gebruikt nu even 4 ampère. En dan staat hij nog op de dagstand. Nou, hij staat op de dagstand en hij staat net aan. Dus ja. Hij is nog aan het terugkoelen. Ja. Maar we hebben ook al 3,3 ampère gezien. En in verhouding tot een absorptiekoelkast, die gebruikt? 18, 19 ampère. Dus dat zijn gewoon cijfertjes, hè? 3 en 18, 19? Ja, precies. Het scheelt echt heel veel. Want we hadden net al even bekeken dat een absorptiekoelkast, een grote absorptiekoelkast, die kan wel tot 4 kilowattuur per dag gebruiken, per 24 uur. Ja. Nou, als je dan op de camping moet betalen voor je kilowatturen, dan weet je wat je daar aan kwijt bent. Dus omdat hij minder energie gebruikt, is hij ook wat beter geschikt om in een caravan achter een auto te plaatsen. Omdat het vermogen wat deze koelkast vraagt veel minder is dan de absorptiekoelkast. Maar daar moeten we wel een kanttekening bij zetten, jongens. Nieuwe auto's, hè? Moderne auto's. Auto's en campers die te maken hebben met Euro 6 motoren. Die te maken hebben met generatoren, Cambus. Die allemaal wat langzamer draaien. Die energiezuinig proberen om te gaan met de brandstof eigenlijk. En daar werkt zo'n koelkast dan ook beter in. Optimaal zelfs. De compressorkoelkast heeft geen last van hellingen. Die gebruikt minder energie en hij functioneert beter tot een iets hogere buitentemperatuur. Maar in tegenstelling tot een absorptiekoelkast kan hij met minder energiebronnen overweg en hij maakt een beetje geluid. Ja. Dus ze hebben alle twee zo hun voor- en tegens. En dat was de informatie van Frans. Bedankt trouwens, Frans. Over de compressorkoelkast. Ben je nou meer geïnteresseerd in de absorptiekoelkast? Dan zal ik die video zo meteen even linken. En in een volgende video gaan we dieper in op de techniek van die twee systemen. En laten we dat zelfs nog even zien in een... In een warmtekamer. Kunnen we zien hoe die koelkasten zich tot elkaar verhouden en of een ventilator nou echt zoveel uitmaakt. Nou, wil je die video niet missen, abonneer je dan vooral even op dit kanaal. En heb je vragen over die compressorkoelkast, stel ze gerust hieronder. Tedford leest mee, de mensen van Tedford leest mee, misschien zelfs wel Frans zelf. En die reageren ook hieronder als je vragen hebt die ik niet kan beantwoorden. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. En wil je die absorptiekoelkast zien, dan plaats die hier ergens.